Hi Stier! Welkom bij je diepe, intuïtieve tarotreading met Annemiek van Tarot en Zo. Ik heb een clip gemaakt een tijdje geleden over ogen. Als je 's ochtends vroeg wakker wordt en je ogen zitten zo. Maar als je geen issues hebt met je ogen, of als het je niet uitmaakt dat ze 's ochtends vroeg dicht zitten. Er staan überhaupt hele goede gezondheidstips in. Waarvan jouw gezonde verstand gaat zeggen van, ach ja, natuurlijk. Hij is leuk, ga maar kijken. Of niet, wat je wil. Het hert. Het hert staat voor zacht zijn naar jezelf toe. Had ik die niet al eens eerder getrokken voor jou? Dier. Walvis. Iets gaat diep. Voor een enkeling van jullie geldt dat je moederlijke gevoelens diep gaan. En dat kan zijn dat het ineens naar een volwassen kind van je is. Dat je daar eigenlijk nooit meer bij stil hebt gestaan. Van goh, hoeveel je van dat kind houdt. Of hoe graag je wil dat het goed met hem, haar gaat. Maar voor de meesten zal gelden dat je diepe moederlijke gevoelens, zelfs als je een man bent, hè, blijf nog even bij me, niet wegklikken. Gevoelens gaat hebben voor iemand die niet jouw kind is. Voor iemand die geen familie van jou is. Ik ga even een kaart voor die ander pakken. Ja, en de reden is dat diegene ongelooflijk gesloten is. Ongelooflijk gesloten. En je bent boos op die persoon geweest. Je hebt geschreeuwd tegen die persoon. In elk geval in gedachten. Je hebt gemopperd. Je hebt het manipulatief geprobeerd. Je hebt het met grapjes geprobeerd. Je hebt het met cadeautjes geprobeerd. Of je hebt het met... Noem nog eens iets. Je hebt dingen voor hem gedaan. Maar hij blijft gesloten. Hij blijft gesloten, of zij. En nu zit je of in een fase of deze paar dagen dat je denkt, het enige wat ik nu nog kan doen, is mijn zachtheid laten zien. Het enige wat ik nu nog kan doen, is voor die persoon zorgen. Hij heeft een gebroken been, nou dan zorg ik voor hem. Hij is verkouden, ligt op bed, nou dan maak ik kippenbouillon voor hem, ik noem maar wat. Ik zou nooit kippenbouillon maken voor iemand die verkouden is, maar ik noem maar wat. Op een moederlijke manier ga je voor iemand zorgen. Of zorg je voor iemand. Of dit is een beschrijvende situatie, of deze week gaat het gebeuren. Of vandaag, nadat je deze lezing hebt gezien, legging. Ik zeg heel vaak lezing, hè? Dat klopt natuurlijk helemaal niet. Nou ja, ook wel. Het is van mij naar jullie alsof er publiek voor me zit. Zou ook een lezing genoemd kunnen worden. Legging. Die persoon, ja of jij, wacht even hoor, even invoelen. Koningin van Kelken. Als de koning was geweest, was het heel woelig geweest. En dan was diegene verdronken in zijn eigen, in zijn emoties. Dan had hij er geen raad meer mee geweten. Maar ik denk het aspect van de moeder. Dit is een hele goede moeder. Die kaart hoort dus bij het hert en bij de walvis. Een walvis is heel groot. Het is het grootste zoogdier ter wereld. Een walvis, de blauwe vinvis, dat is de allergrootste, die kan 36 meter lang zijn. Weet je hoe hoog jouw huis is? Nou, en dat dan dus nog keer 3, keer 4, keer 5. Waanzinnig, hè? Keer 6. Een walvis is zo groot dat zijn tong is net zo zwaar als een kleine auto. Moet je niet aan denken. Waarom ik het al zeg. En zijn darmen zijn daar waar dus de rechte stukken zijn van de darmen. Dus niet de bocht, maar waar de rechte stukken zijn zo breed dat je er als volwassene gewoon in zou kunnen zwemmen.
Waanzinnig, hè? Ze zijn echt super groot. Om aan te geven wat voor capaciteit jij stier, met je enorme stierenlijf, je enorme energetische stevigheid, liefdeslijf, toe in staat bent deze week. Jij kan dit. En ik weet het. Het is een rotzak. Het is een troeler van de bovenste plank. Maar deze week lukt het je om er zacht bij te blijven. Om alleen maar moederlijke gevoelens voor te voelen. Of om op een moederlijke manier te zorgen voor diegene. Oké, een kaart voor diegene wat die ervan vindt. Vallen er meteen twee uit. Eentje op de kop, schildknaap, page van zwaarden en de dwaas. Ik begin met deze, die is op de kop. Normaal gesproken is dit iemand die geen keuze maakt, die zorgeloos is, die onvolwassen is. En nu is die op de kop. Dus het kan zijn dat juist door jouw zachtheid, dat hij gaat inzien hoe onvolwassen die bezig is. Dat die zorgen maken, daar heeft niemand wat aan. Oké? Dus zorgeloos zijn, alsjeblieft. Iedereen, wees zorgeloos. Niemand heeft er iets aan als jij je zorgen maakt. Sterker nog, als je je zorgen maakt, ben je gespannen. En ben je gespannen, kan je geen goede zorg verlenen. En zorg geven is iets anders dan zorgen maken om, hè? Ik had laatst een discussie met iemand en daar bleken de verschillen in te zitten. Omdat hij de woorden, de termen zorgen maken en zorg geven door elkaar haalde. Jouw zorgzaamheid, jouw moederlijke aandacht gaat vruchten afwerpen. De dwaas is eigenlijk ook iemand die zorgeloos in het leven staat. Die risico's kan nemen. Maar het staat ook voor iemand die zich geborgen voelt in het oneindige, in het goddelijke. Zich geborgen voelt in jouw moederlijke liefde. Ik zou bijna willen roepen, ik wou dat ik diegene was. Dit is echt heel lief. Dit is echt heel lief. En het is vanuit een moederlijk, ja, instinct wil ik niet zeggen, want dan gaan de mannen zitten te gillen natuurlijk en wegklikken. Maar vanuit een moederlijke kwaliteit, laat ik het zo noemen. Vanuit een moederlijke kwaliteit gaat het jou lukken om die persoon te kraken. Om tot hem door te dringen. Met zachtheid. Met zachtheid die heel diep gaat. Ik wil nog even weten hoe dat voor jou zal zijn. Hoe zal het voor jou zijn? Staaf 10. Hoe zal het voor jou zijn? Jij neemt de verantwoordelijkheid op je. Ja, jij neemt nu de verantwoordelijkheid even op je. Dit is dus een waarschuwing voor je, of een advies. Is een wat vriendelijker woord, hè. Op het moment dat jij merkt van, hé, diegene heeft er baat bij. En diegene naar jou toe te losjes wordt. Dat er geen respect meer is voor hoe zacht je met diegene omgaat, trek het dan terug. Want dan ga je er last van krijgen. Het is dus wel de bedoeling dat het een wisselwerking blijft, een fijne wisselwerking blijft. Jij geeft liefde en zij is dankbaar voor, laat dat weten. Ga dus niet zitten te mopperen op hoe je het doet, weet je. Stel je voor dat het gaat over een buurman waarvan je weet dat hij ziek is. En of dat die altijd ontzettend onvriendelijk is. En nu heb je zoveel eten gekocht en er zou bezoek komen. En dat bezoek dat komt niet. En dan heb je zoiets van, ik ga het aan mijn buurman geven. En normaal gesproken zou het niet in je opkomen vanwege zijn onvriendelijkheid. Hoe die altijd tegen je doet. Maar het gaat dus werken. Hij gaat dus zachter worden als je dat doet. Hij gaat vriendelijker zijn naar jou als je dat doet.
Maar blijf dat dus niet doen. Blijf dus niet, denk niet van, oh, dan ga ik dus elke week eten bezorgen. Want dan gaat hij op een gegeven moment erover klagen. Of zeggen, kan je niet een keertje dit en dat voor me koken? Of waarom heb je er zo weinig zout in gedaan? Of waarom heb je de salade bij gedaan? Ben je geen konijn? Snap je? Grens. Geef dus je grens aan. Ja. Maar het voelt allemaal heel, heel gemakkelijk. Het gaat vanzelf in je opkomen om voor iemand te zorgen. Of misschien doe je dat al. En voel jij je er lekker bij. En voelt diegene zich er lekker bij. Het enige puntje is dus, let er eventjes op dat diegene jou niet voor lief gaat nemen. Je bent lief voor diegene. Maar niet voor lief. Tot de volgende keer. En dank je voor het kijken.